Het moment is daar. We zitten nu op dit moment met z'n drieën in de limo. Ik ga aftellen en dan mag je de blinddoek afdoen. 3, 2, 1. Ik ben aangekomen in Harderwijk en ik sta bij de school van Jentel. En Jentel heeft ons een bijzonder verhaal gestuurd. Zij wil namelijk een probleem oplossen. En Jentel staat ook naast mij. Ja. Wat is er aan de hand? Vorig jaar, toen gingen we met een jongen. Dat was eigenlijk nog net niet officieel. Maar de omstandigheden ging dat niet door. Je had bijna een relatie met die jongen? Ja, die is zelf de opleiding zit maar een jaar hoger dan ik. Oh ja, dus die zit hier ook op school? Ja, toen ging het dus over. En toen... ging niet steeds meer om met een goede vriendin van mij. Toen kreeg ze uiteindelijk een relatie mee. Natuurlijk is dat sowieso niet leuk, want ze is een vriendin van je. En ik heb er wel met haar een paar keer over gepraat en zo, want ja, ze zit bij mij in de klas. Alleen het is nog steeds niet helemaal opgelost en er is nog steeds een soort van spanning of zo. Dus je was heel erg goede vriendinnen met haar? En nadat zij die jongen soort van jou gekaapt, hè? Kan ik het zo noemen? Gekaapt, gestolen? Is dat eigenlijk overgegaan? Ja. En wat wil je dat er gebeurt? Ik wil eigenlijk gewoon dat die spanning weg is en dat we gewoon weer goed met elkaar kunnen omgaan. Dat we eigenlijk wel weer vriendinnen zijn. Oké, Jentel, voor mij is het helder. Ik ga heel hard mijn best doen vandaag om dit weer goed te maken. Ik zie jou vanavond. Ja. Ik wens je nog veel plezier op school. Dankjewel. En dan ga ik het regelen. Ik ben op weg naar Zuid-Limburg, want daar is mijn collega Bert van Leeuwen. Die heeft televisieopnames van het familiediner. Ik ben benieuwd of Bert mij een aantal tips kan geven om dit conflict tussen Jentel en Judith op te lossen. Oké, we zijn aangekomen bij de opnames van het familiediner. En kijk nou joh, wat een locatie. Dit is tv, holy shit. Bert, heb je even tijd? Hey Jan-Jan, voor jou altijd. Ja. Ik heb jouw hulp nodig. Ik heb namelijk een conflict. Jij ook al? En jij hebt vanavond ook een conflict hier, ik toch? Hier vandaag ook. Tenminste, ik hoop vandaag hier in Limburg een conflict op te lossen. Op te lossen, ja. Ik hoop vanavond ook een conflict op te lossen. Ja? De situatie is dit. Jentel, zij had een goede vriendin, Judith. En die vriendschap is over. En dat komt doordat er iemand tussen is gaan staan. Ja. En het is nu een soort van hele rare situatie geworden. En dat, ja, dat moet anders. En ze moeten weer vriendinnen worden. Opgelost worden. Dat ga jij doen. Ja. Hey, succes. Ja, nou ja, dat bedoel ik. Maar ik heb geen idee hoe ik dat moet doen. Dus heb jij tips voor mij om deze situatie op te lossen? Wees neutraal. Nooit partij voor de ene of de andere kiezen. Lekker onbevangen erin gaan. Jij bent onbevooroordeeld. Ja. Aan de andere kant heb je heel stiekem maar één groot doel. En dat is, ze moeten gewoon bij elkaar komen. Ja. Hey, en ik heb Judith nog niet gesproken. Huh? Is het handig om die ook nog even te spreken voordat is dat handig? Nee, altijd gewoon lekker echt verrassen. Niet van tevoren gaan inspreken, gewoon echt met de camera erbij verrassen. Gewoon het gesprek aangaan. Ja. Ja. Schrikken ze even, maar dan komen ze wel weer doorheen. Dat en één ding is natuurlijk uitermate belangrijk. Okay. Ik hoop dat je dat wel geregeld hebt. De limo. Geen verzoening zonder limo, toch? Ja. Dankjewel voor de tips en succes vanavond. Hey, en laat even weten hoe het afliep. Ja, dat is goed. Ja. Ga ik doen. Alright, ik heb één tip van Bert gekregen. De belangrijkste tip. En dat ga ik nu bekijken. Kijk eens aan dit. Ja, dit gaan we doen. Kost wel wat, maar ja, we moeten iets oplossen en dat mag best wat kosten. Een vriendschap is onbetaalbaar. Kijk eens aan, dit is toch fantastisch. Wauw. Goeiedag. Henk Jan, dit is jouw auto. Ja, dit is mijn auto. Ja. Wat tof, hé. Kan ik al naar binnen? Even kijken. Wow. Een mooie bank ook. Champagne, glazen. Ja, fantastisch. Lichtjes erbij. Gaat helemaal goed komen, denk ik. Oké, op dit moment ben ik op weg naar Judith. En zij weet nog van helemaal niks. Ze weet als enige dat wij langskomen, maar niet met dit, met deze limo. Ze heeft geen idee wie erachter zit. Op een gegeven moment ga ik haar binnen laten stappen en ga ik het verhaal aanhoren wat zij heeft. En vervolgens, een half uurtje later, komt Jentel binnen en dan hoop ik dat het conflict opgelost gaat worden. Dat ze weer vriendinnen worden. Spanning en sensatie. Ik ben aangekomen bij Judiths huis.
En ik ga haar nu verrassen met de limo. Die staat daar, die komt straks voorrijden. Ik ben benieuwd. Hallo. Goedenavond. Ben jij Judith? Ja. Je mag eigenlijk meteen met me mee. Ben je er klaar voor? Ja, moet ik even schoenen aan doen? Ja, doe je schoenen even aan. Sjaak, nu! Alright. Ben je een beetje gespannen? Een beetje. Ja? De eerste verrassing die komt er straks aan. En daar moeten we eventjes voor wachten. Ja, het is even een stilte. Dit is Wouter trouwens, de cameraman. Het vervoer, ik ga jou binnenlaten. Wat vind je ervan? Ja, wel vet. Wel vet, toch? Yes, ga lekker zitten. Hey, we zitten hier in de limousine en dat doen we natuurlijk niet altijd bij Beam. Er is namelijk iemand die jou wil verrassen. Ja. Dat had je al door, toch? Ik had het even verwacht, maar ik zou niet weten. Nee? Heb je enig idee wie dat zou kunnen zijn? Misschien een van mijn beste vriendinnen, dat ze gewoon keihard geloof hebben. En wie zou dat kunnen zijn? Marlies. Marlies of Marion? En waarom zouden zij jou willen verrassen bijvoorbeeld? Van mijn verjaardag misschien. Oh, ben je net jarig geweest? Ja. Ah, ja, ja. Nou ja, wie weet. Ik heb iets voor je. Omdat je natuurlijk buiten aan het kijken bent waar we zijn. Ja, dat gaan we niet doen. Ik heb een blinddoek voor je. Een echte beamblinddoek. En die mag je even omdoen. Oké, Judith. Je ziet niks als het goed is. Nee. We zijn bijna bij de persoon die jou dit heeft gegeven eigenlijk. En die ga ik zo binnenlaten en dan kunnen we op mijn teken je blinddoek afdoen. En dan, dat is de verrassing. Okay. Vind je het spannend? Ja, best wel. Ja? Heb je nu nog geen idee wie het zou kunnen zijn? Je zei je beste vriendinnen wellicht? Ja, ik zou echt niet weten anders. Ja. Nou, dat ga je zo zien. Hey, ze heeft een blinddoek op. Ja. Dus ga rustig zitten. Je mag lekker naast haar gaan zitten. Alright, ja, het is een spannende situatie. Maar ja, het moment is daar. We zitten in de limo. We zitten nu op dit moment met z'n drieën in de limo. Ik ga aftellen en dan mag je de blinddoek afdoen. 3, 2, 1. Jawel. Wie is dit? Jentel. Ja. Ja. Had je niet verwacht? Nee, niet helemaal, nee. Waarom heb jij dit geregeld, Jentel, voor Judith? Kijk, er is best wel veel gebeurd tussen ons. Ja. Ja, en door dit wil ik dat eigenlijk gewoon allemaal achter ons laten en gewoon eigenlijk opnieuw beginnen. Wat vind je ervan? Ja, dat vind ik wel lief. Ja. Wat wil jij dat er gebeurt, Jentel? Wat zou jij graag willen? Hoe zou je het graag zien? Nou ja, dat gewoon weer een beetje wordt zoals eerst, zoals begin van het schooljaar. En dat gewoon achter ons laten. Ja? Nou, helemaal goed. Volgens mij, ja, volgens mij is het dan een soort van opgelost. Kunnen we hierop toasten? Dat kan. Ja? Zullen we dat doen? Nou, we gaan. Ik denk dat het zo gelukt is. We gaan de fles overbreken. Hoppakee. Laten we toasten op een herstelde vriendschap. We hoeven het natuurlijk niet meer over te hebben, over de situatie. Dat is volgens mij nu verleden tijd. Ga je nu dingen samen doen weer? Als er tijd voor is. Ja, vind je dat, als er tijd voor is, maar vind je dat, want dat gebeurde nu natuurlijk niet zoveel meer. Vind je dat oké? Okay? Wat zou je bijvoorbeeld willen gaan doen? Geen idee, gewoon afspreken. Ja. Ik hoop dat je het leuk vond, een leuke verrassing. Ja? Ja. Nou, top. Ik hoop dat we hier iets hebben kunnen regelen. Neem even afscheid van elkaar. Doei. Kijk, het is perfect, toch? Nou, op een mooie vriendschap en die nog vele jaren door mag gaan. Ik zeg, slaap lekker. Wij gaan Jentel nog even naar huis brengen. Doei. Doei. Had je hierop gehoopt? Ja. Ja? Nou, mooi. Ik
Ik hoop dat het goed komt. Maar ik denk dat het wel goed komt. Ja, zo. Heb ik ook wel vertrouwen in. Ja. Nou, ik denk missie geslaagd. Fijne avond. Fijne avond. Vergeet niet te abonneren. Vergeet ook niet even een duimpje omhoog te doen. En laat even weten in de reacties wat je van deze video vond. En dan ga ik nog even genieten van de terugrit. Proost. Dat was een hobbel. Oh.